Kijk, voor mij is het heel simpel. Ik wil al heel lang een live album opnemen, maar ik heb het tot nu toe dus nog nooit aangedurfd, omdat het zo'n ingespeelde formatie vereist en ook zoveel vertrouwen in eigen kunnen, omdat je immers niks meer kunt repareren. Maar wat je daar wel voor terugkrijgt is een energie en een bepaalde urgentie die live spelen met zich meebrengt, spelen voor live publiek, die je in een studio nu eenmaal niet of een stuk minder kunt vangen. Maar het is tijd. We gaan op 28 en op 30 december van dit jaar in Jazz Club Paradox een live album opnemen. Want dit is mijn beste bandje ooit. Bewijs, luister alleen al naar ons album Journey of Man. Daarop staat mijn compositie Iseo. De take die het album haalde is take 1 van dag 1. Van de allereerste song die we die dag opnamen. De band was toen al zo strak, zo volwassen, zo together. En weet je wat we daarna hebben gedaan? We zijn 20 concerten gaan toeren langs Bimhuis, Paradox, Tivoli, Noordzee Jazz Festival. Het wordt beter en beter en beter en daarom moeten we het nu live vastleggen. Ja, het is tijd voor een nieuw album. De vorige is alweer een jaartje of twee geleden opgenomen, geloof ik. En we hebben die stukken heel vaak mogen spelen, door heel Nederland mogen toeren. En hoewel ik ergens wel geloof dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering in die stukken live, dat je altijd op nieuwe ideeën komt, is het ook wel heel fijn om nieuwe stukken te mogen schrijven en jezelf daarin weer te ontwikkelen. En het voor onszelf uitdagend te houden door niet in herhaling te vallen. En, ja, nieuwe dingen uitproberen, nieuwe klanken opzoeken voor dit kwartet. Het repertoire komt wederom van de bandleden zelf, met als grote verschil ten opzichte van Journey of Man dat we nu hebben kunnen schrijven vanuit de ontwikkeling van de bandsound van de afgelopen 2 jaar. En die blijkt, die is toch iets verhalender en iets lyrischer geworden dan Journey of Man. Maar of iets nu verhalend of lyrisch of is of keihard grooved, zoiets ontstaat nooit gepland, zoiets ontstaat altijd organisch. Omdat het ontstaat vanuit het speelplezier van de bandleden. Er lijkt in het huidige jazzklimaat vooral heel veel te moeten en het moet voor iedereen zijn, maar het is niet voor iedereen. Het is in eerste instantie is het voor ons en daarna is het aan ons, ons speelplezier, onze zeggingskracht en onze overgave waarmee we het spelen of het aankomt bij het publiek. En dan wordt het van iedereen. Vandaar de gekozen titel voor dit album, Pleasure is the Measure. Waarom deze crowdfunding? We leven momenteel in een bijzonder onvoorspelbare tijd waarin de agenda van menig muzikus, waaronder die van mijzelf, in één klap werd geminimaliseerd. Dus deze sector moet meer dan ooit tevoren met creatieve oplossingen komen om ons muzikale verhaal te blijven vastleggen op muziekdragers. Omdat je die creatiedrang, die kun je niet stoppen en die wil je niet stoppen. Ook omdat je weer een product wil hebben waarmee je langs internationale podia kunt. Dus mensen, wij hopen dat u onze crowdfunding wilt steunen voor het mogelijk maken van de opnames van ons album Pleasure is the Measure.